Een hele goede limegroene en zonnige morgen. Het is vandaag maandag en zoals je ziet film ik even met mijn telefoon. Mijn camera ligt aan de oplader namelijk. Maar het is vandaag maandag en ik ga jullie meenemen in mijn dag. Dus doe zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan veel kijkplezier. Het is echt mega lekker weer, maar ik denk schijnbedriegt, want het is echt mega koud de laatste tijd. Maar ik heb wat nieuwe accessoires in huis die ik even aan jullie wil laten zien. Kijk, daar ligt mijn camera dus aan de lader. Maar ik heb dit superleuke kussen bij Jysk gekocht. Ik vind de kleur echt geweldig. En ik vind de insecten ook echt superleuk hierbij. Ik haat insecten, maar zo op een kussen vind ik het wel leuk. En ja, het is natuurlijk koud. Echt superleuk. Het staat ook echt mega leuk bij de bank. Heel erg blij mee. Dit teddykussen komt trouwens van de Action, mocht je het je afvragen. En dan heb ik in de andere hoek ook nog. En dan heb ik hier op mijn tv-kast een superleuk oranje kaarsje. Hij lijkt donkerder op beeld dan in het echt. Maar het is echt een super cute kaarsje met allemaal stipjes erop. Mega leuk. En dan heb ik als laatste deze superleuke vaas met wit en oranje. En ook weer dat donkerdere oranje. Echt superleuk. Ik ga zo om 11:45 lekker naar Den Bosch. Ik ga naar de Flying Tiger en ik mocht daar wat spullen uitzoeken voor een samenwerking. Echt mega leuk. Het moet natuurlijk wel in de kerstsfeer zijn, maar ik vind het niet zo erg. Want ik heb wat leuke mokken en zo op de site gezien die ik graag wil hebben ook. Dus die ga ik sowieso meenemen. En als ik terug ben, laat ik natuurlijk de items zien. Ik heb trouwens echt een superleuke outfit aan, vind ik zelf. Ik heb deze trui aan van de Primark. Deze straight fit pantalon van de New Yorker met mijn gekleurde Nike Air Force. En ik moet echt even een roller halen over mijn broek. Want mijn trui geeft echt enorm veel af. Ik heb trouwens geen mascara op. Misschien zie je dat wel. Maar ik heb de laatste tijd echt super veel last van mijn ogen. Ik weet niet of het door mijn mascara komt. Door mijn andere mascara. Of gewoon iets van hooikoorts of zo. Maar ik laat het even gewoon zo. Ik heb trouwens echt een super leuke muts gekocht bij de C&A. Zou je echt niet zeggen. Maar kijk hoe leuk. Deze glitters, of ja, er zitten van die steentjes op en I love glitters, zoals jullie weten. Alleen, het zit dus niet op de achterkant, maar ja, we dragen hem natuurlijk zo. Ja, volgens mij was hij ook maar 8 euro of zo. Ik vind dat C&A echt super hard vooruit is gegaan. Qua collectie, echt super leuke dingen. Net weer thuis en ik heb echt van alles gehaald. Ik had trouwens ook nog dit gouden plateau gehaald. Deze, die was ik dus vergeten bij Jysk en die heb ik dus ook weer opgehaald. Dus ik ben ook nog naar Tilburg gegaan. Ik hoop dat die blijft staan zo, maar ik heb echt een tas met allemaal superleuke dingen voor kerst van de Flying Tiger. En ik ga gelijk beginnen met deze superleuke cadeauverpakking. Of ja, doosje. Mega leuk. Kun je gewoon iets heel leuks in doen en dan is het gelijk ingepakt. En je zou hier nog een iets van een strikje bovenop kunnen doen. Of een lintje eromheen. Om het helemaal af te maken. En ik ga ook even de bon erbij pakken. Deze giftbox was 4 euro. Dan heb ik nog een cadeauverpakking en dat is dit doosje. Super leuk ook. Echt heel erg leuk ook om iets in te doen. En hier ook weer hetzelfde. De binnenkant is rood. En dan kun je hier ook gewoon een lintje omheen doen. En dan heb je je cadeautje al ingepakt. Super leuk. En deze is ook, even kijken. Deze was 3 euro. Dan heb ik ook nog kerstkoekjes. En deze vind ik wel heel leuk om weg te geven. En even kijken. Ja, dit zijn van die koekjes met suiker. Super leuk om weg te geven. En deze waren, ja, 3 euro. Dan heb ik dit tafelkleed. Echt super leuk. Met allemaal kerststerren in goud en zilver. En het is volgens mij dus een beetje, ja, doorzichtig. Ik weet niet of je het ziet. Maar echt super, super leuk. En ik ga deze ook sowieso gebruiken voor kerst. En deze was 5 euro. Ik dacht al, waarom is deze zo duur? Maar dit is dus een soort van blik waar je iets in kan doen.
Maar ik vind de buitenkant ook echt super leuk. Maar ik dacht, waarom is deze 6 euro? Maar ik denk dat Anissa dit echt super leuk vindt. Dus misschien ga ik die wel aan haar geven. Oké, maar deze is dus 6 euro. Ik vind hem wel echt mega leuk. Dan heb ik nog kerstsokken. En je ziet het volgens mij niet echt. Maar hier zit dus allemaal glitter op. Op de rode streepjes en hier. Hier dat je het wel ziet, denk ik. In ieder geval super leuk. Ik heb ook een kerstpyjama die ik daarvoor aan ga trekken voor de foto. En dan doe ik deze er denk ik overheen. Maar ja, ook met kerst vind ik ze gewoon leuk. En deze zijn in de maat 36-38. Laat ik nou net 36 hebben. En deze zijn 4 euro. En als laatste heb ik een super leuke mok uitgekozen. Echt goed dat ze dit zo inpakken. Ik heb dus deze gekozen. Echt super, super leuk. Lekker voor theekupsoep, noedels, soepje. Echt heel erg leuk. En deze was 5 euro. Dat was de shoplog. Flying Tiger is natuurlijk best wel goedkoop. En heeft superleuke kerstcadeautjes nu. Mocht je nog iets zoeken voor een klein prijsje, zou ik daar zeker even kijken. Vanavond komt er een superleuk pakketje binnen. Dus ik ben heel benieuwd. En ja, ik ga even iets eten. En dan ga ik lekker die foto maken voor Flying Tiger. En ik neem jullie gezellig mee daarin. Mijn camera is weer zo goed als opgeladen. Ik heb echt een superleuke kerstpyjama aan van H&M. Kijk, mega leuk. Die gaat zo mee op de foto. En dit is het hoekje wat ik even gemaakt heb. Superleuk, ook al die dingetjes. Dit had ik ook nog gekregen. Echt heel schattig. Echt warm van het foto's maken. Ik heb toch die stoel niet gebruikt. En het is een soort van gelukt. Nog even bewerken. Het is 3:50 bijna. En ik ga hier even alles opruimen. En dan ga ik even kijken wat ik ga koken. Oké, ik heb even opgeruimd hier. En ik heb even iets comfy aangedaan. Deze trui zit zo lekker. En ik ga even wat vlogjes kijken. Daarna ga ik koken. En ik krijg net een mailtje dat mijn parfum binnen nu en 7:50 binnenkomt. Super chill. Ik ben echt zo benieuwd hoe die ruikt. En ja, dan ga ik alweer koken. Ik denk dat we vis gaan eten met spinazie en ik denk aardappeltjes. Hoop dat Dion even aardappeltjes wil halen, want ik heb echt geen zin om naar buiten te gaan. Het is echt koud. En vanavond gaat Dion naar een vriend. Dus dan ben ik even alleen, even lekker chill avondje. Ik denk dat ik vanavond ook deze vlog alvast ga editen. En ik denk dat ik lekker even een serie ga kijken. Ik twijfel om Elite verder te kijken of die documentaire van Harry en Meghan. Lijkt me ook wel echt ja, interessant. Maar we gaan het zien. It's time to unbox something I ordered. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Want ik hoor alleen maar goede verhalen hierover. Ik krijg het weer niet open. Wat zou het toch zijn? Oké, guys, are you ready? Ik heb de parfum van Monica Geuze besteld. De Aura van Sophia May. Oh my god. Ik ben zo benieuwd. Ik vind de verpakking ook echt heel erg mooi. Let's open it. Zo benieuwd. Oh my god. Ik vind het wel heel erg mooi. Het is gewoon doorzichtig en er staat Sophia May op. Let's try it out. Ha!
het moment van de waarheid. Oh, ik ruik het al. Oh. Oh, dit is zo lekker. Oh, eerlijk waar. Het ruikt zo lekker. Oh my god. I like it. Ik geef gewoon mijn eerlijke mening natuurlijk. Maar het ruikt zo lekker. Oh my god. Oh, ik hou hier echt van. Beetje bloemig, zoet. Oh, echt heel erg lekker. Heel erg blij mee. Oh my god. Ik wilde deze echt al best wel lang. Maar ik dacht, ja, moet je dat nou wel doen? Ik wacht het even af, weet je wel. Of zodat meerdere mensen het geprobeerd hebben. Maar ik hoor er zoveel positieve verhalen over. En nu heb ik hem eindelijk besteld. Oh my god. Hij ruikt heerlijk. Echt een aanrader. Ik heb trouwens nog iets wat ik wil laten zien aan jullie. Ik heb namelijk van de week, of ja, vorige week, een pakket binnengekregen van My Muesli. En oh my god, het is echt niet normaal veel. Maar ik ben hier zo blij mee. Oh my god, kijk nou even. Dit zijn van die minis. Vet leuk om ook uit te delen en allemaal verschillende smaken. Ik zie hier al iets van kerst en dit is, even kijken hoor. Ja, iets met kaneel. Echt super lekker. En oh my god, kijk nou. Dit is de Christmas Choco Crunch. Dit is die ene die je net ook zag. Appel macadamia cinnamon granola. Wat hebben we hier? Oh ja, muesli van Sinterklaas smaak. Wat is dit? Cinnamon snowman. En Christmas cookie granola. Nou, oh my god. En deze bussen zijn ook gewoon echt huge. Kijk nou. Deze zijn echt huge. Ik weet niet hoeveel erin zit. Ik zal eens kijken. Oh ja. 575 gram. Oh my god. Ik vind het echt een super toffe samenwerking. Want ik hoor daar ook heel veel goede dingen over. En het schijnt ook echt heel erg lekker te zijn. Dus ik ben heel benieuwd en ik ga het ook zeker uitproberen. En het jullie natuurlijk laten weten voor degene die nog niet. En voor degene die dan nog niet hebben geprobeerd. En ik heb voor jullie een hele leuke kortingscode waarmee je korting krijgt op je bestelling. De kortingscode is manon-muesli-22. Ik zal hem ook even in beeld zetten. En je kunt dan de code invoeren als je je items in het winkelmandje hebt zitten. Mocht je dat niet willen doen, heb ik ook nog een aparte link. Die zal ik in mijn beschrijving zetten. Via daar kun je ook bestellen. Dus echt superleuk. En als je hier fan van bent of je wilt het een keer proberen, gebruik mijn kortingscode of bestel via de link. In ieder geval, ik ben super blij met deze samenwerking. Echt super bedankt voor deze samenwerking, My Muesli. Oh, ik ruik die parfum nog steeds. Echt zo lekker. Echt een aanrader. Maar ik ga bij deze de vlog afsluiten. Want ik ga verder niets bijzonders meer doen. Ik ga hem even editen en inplannen voor jullie voor woensdag of donderdag. En verder ga ik even serie kijken. Dus vond je dit een leuke video? Doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Zou ik heel erg leuk vinden. En vergeet vooral niet om mijn kortingscode te gebruiken voor My Muesli. Die is geldig tot 24 december. Dus gebruik hem zeker als je het wilt proberen. Of als je heel erg fan bent van My Muesli. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop je dan weer te zien bij de volgende dagvlog. Doei!